is hier gebeurd? Hoe heeft het kunnen gebeuren en waarom? Ik had nog zoveel mooie dingen kunnen doen. Met haar, voor haar. En nu? Nu is het voorbij. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Ik bedoel, het was een normale dag. We zouden samen gaan picknicken in het park. Maar dat wist ik nog niet. Het zou een verrassing zijn. Een verrassing voor haar. Ze had het er al zo lastig mee. Ze was zo vaak, zo verdrietig. Een lach op haar gezicht die haar ogen niet raakte. Haar ogen rood vanwege een vuiltje. Schichtig van een paar zenuwen. Ze had het er zo lastig mee. Zij wist niet dat ik al het zout water van haar wangen af heb zien stromen. En dat ik haar heb horen mompelen over van alles. Ik wilde haar alleen maar helpen. Wilde je dat? Ik wilde haar alleen maar helpen. Echt waar? Helpen. Haar helpen, dat is het enige wat ik wilde. Geloof je het zelf? Om een glimlach te zien die haar ogen weer raakte. Niet meer. Allang niet meer. Ogen open van blijdschap. Blijdschap? Schichtig van het lachen. Het zou alleen maar meer pijn opleveren. We zouden op date gaan in het park. Het slechtste idee wat jij ooit hebt gehad. Ik had al haar familie uitgenodigd. Mijn familie wist nog niet eens dat ik nog bestond. Zelfs haar vrienden had ik uitgenodigd. Jij was mijn enige vriend. Zelfs mensen van haar middelbare en basisschool had ik uitgenodigd. Contacten vermijden en vrienden ontwijken. Dat was mijn schoolcarrière. Ik vertrouwde je. Ze vertrouwde me. Ik vertrouwde je. Alles waar ik mee zat. Ik kon altijd bij jou terecht. Alles. Hoe heeft dit kunnen gebeuren? Was dit nou verraad? Ja. Ik heb haar verraden. Je hebt me verraden. Hoe kon je dit doen? Sorry. Sorry? Sorry.